naam is Robby Vlender. Ik ben 40 jaar. Ik vecht al 22 jaar. Ik ben nu mijn 23e jaar. En ja, ik kom uit voor de Fight Club Amstelveen. Dat is een heel mooi, verhaal. Ik ben vrij laat begonnen. Ik was 18 jaar ben ik al begonnen. Ik wilde eigenlijk in mijn jeugd, net als iedereen, voetballer. Eerst ben ik aanraken gewoon met vechtsport door mijn vader, een beroemde karateka was. Zat in het Nederlands team in de tijd van Ludwig Kortzoek. Vloog op de hele wereld en ja, dan moet je als kind eigenlijk mee naar de sportschool. Ik vond karate leuk, maar niet zo leuk, want je moest te veel leren. En dat deden we op school. Altijd kata's lopen en dat soort dingen, had ik geen zin in. Dus ik ben gaan voetballen. Eigenlijk net als elk kind. En ik ben heel laat in aanraking gewoon met kickbox, want dat komt door de film Bloodfight. Met Don the Dragon Wilson, die was toen 60-voudig champ of zo in States. En daar speelde Rob Kamer in. En Rob Kamer speelde daar in de kickboxer in. En je weet, vroeger in mijn tijd had je geen internet of social media. Dus je moest van boekjes hebben als Sendukan. En daar zag ik mijn kamer in. En toen zag ik per toevallig zag ik in de ik zag toen een ding, een videopark van Jaap Eda. En daar stond Brilleman op. El Gulby, Kamer, de Blik van de Vakhorst, alle toppers. Peter Smit, nou ja, dus dat heb ik toen gewoon huurd. En eigenlijk heb ik die band helemaal grijs gedraaid. Ik heb niet meer teruggedraaid. En zo ben ik gaan kickboxen eigenlijk ook op een later leeftijd, 18 jaar pas. Maar ik vocht daarna 6 maanden. Tot nu is het boxen. Over de 130 partijen, maar dat is gemixt met MMA, free fight, karate, kickbox, type, noem maar geven, maar dat heb ik alles gedaan. Dus ja, ik ben er wel trots op. Ik vecht tegen Janos Tiborg. Toch? Als ik het goed uitspreek. En ik heb wel de tekst van, heb ik waardering en respect. We vechten voor de tweede keer. De eerste keer hebben we gebokst op de gala van Hans Vos. Nu wil hij een rematch. We gaan kickboxen voor de wereldtitel. Ik vind het best. Dus ja. Moeizaam. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben heel veel met opnames bezig voor film en tv. Ik kan niet elke keer trainen hoe ik wil. Elke keer als ik denk van ik ga vandaag trainen, dan heb ik een draaidag gehad van 12 uur. Dan ben je alleen blij dat ik thuis op de bank zit. Nu ga ik nog even moeizaam. Ik heb nog een week opnames en daarna ga ik eigenlijk volop tegenaan. Ik denk dat ik 5 weken gewoon genoeg heb. Dus ik ben explosief, ik ben net zo sterk. Ik ben wel wat ouder, maar ik denk dat ik weet hoe ik me nu moet voorbereiden op deze leeftijd. Want het gaat niet meer zoals je wil. En ook omdat ik natuurlijk een heel andere levensstijl heb. De voorbereiding gaat nu even wat anders dan normaal gaan ben. Maar dat betekent niet dat ik minder scherp ben. Als ik het snel 2 jaar geleden of 3 jaar geleden was het de hoofdpartij bij Hans Vos, alles zoals ik al zei, het ook leuke galas, eigenlijk was het mijn afscheidssport, ik zou hem niet meer vechten daarna, maar dan moet ik kruipbuik niet gaan gaan. In ieder geval was het een boxpartij, die heb ik nog nooit gedaan, die wilde ik een keer doen. En die heb ik gewoon in de eerste ronde op TKO.
als ik ga trainen, kom ik in scherp, dan zie ik geen gevaar, eerlijk gezegd. Is hardcore time again. Van de gabber Henk Kuipers. Hij heeft het geduurd om een ouderwet schade te geven waar alle vetsportnamen komen, alle toppers komen. Ik vecht en nog een hoop anderen. In de hoofdpartij van Nicky Hosker. Ken die man niet. Hij krijgt zijn eigen tv-serie. Ik zou zeggen, kom met z'n allen naar Meppen. En hardcore time. Klaar met de bossen staan. Bam!